Ja, mevrouw Gillis, komt u maar mee. U bent burgemeester in Laakdal. U bent een van die tien vrouwelijke burgemeesters in onze provincie. Als dat geen eer is voor mezelf, u mag eventjes doorschuiven en plaatsnemen. Ja, wat is er vooral aan de orde de komende zes jaar? Wat mag Katrien op haar scherm tekenen voor u dat bij Laakdal past? In Laagdal willen we vooral de volgende zes jaar inzetten op uh, fietspaden die ons verbinden met alle omliggende gemeentes. En dan gaat het vooral over uh, fietspaden langs de gewestwegen. Uh, we willen vooral ook uh, aandacht geven aan onze trage wegen en aan ont ontmoetingsruimtes in elke deelgemeente. Ontmoeten. Op trage wegen en fietspaden. Dat heb ik alvast begrepen. Mevrouw Gillis, ik heb er even een kinderfoto van u bijgenomen. Het is een communiefoto, ongetwijfeld. U ziet er heel vroom uit. Hè? Komt het nog een beetje overeen met wie u nog altijd bent? Uh, vroom in de zin van dat ik uh, heel veel geloof en vertrouwen schenk aan onze medemensen. In die zin zeker wel. Ja. Ik, uh, het is niet dat ik nog elke week naar de, aan een misviering deelneem, maar uh, ik probeer me toch wel als een goede burger op te stellen. Uh, en dat in samenspraak met onze vele laagdallers en medeburgers. Ik las dat u vroeger presentator of reporter wilde worden. Ik zou de rol kunnen omkeren, maar dan uh, word ik voor vandaag niet betaald, denk ik. Uh, waarom zit u toch daar en niet hier? Ja, dat is een beetje samenloop van omstandigheden, denk ik. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in uh, de medemensen en altijd uh, wil een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dus het was ergens de gulden middenweg. Uiteindelijk uh, heeft mijn studiekeuze bepaald dat het uh, anders is gelopen, maar is toch altijd uh, die interesse er blijven bestaan en uh, heb ik die nu kunnen uh, uh, samenbrengen of uitvoeren uh, in mijn burgemeesterschap? U mag straks punten geven op mijn werk. Uh, ik heb in mijn studententijd ook vaak ziet, mevrouw Gillis, maar ik las dat u ook au pair bent geweest. Dat klinkt altijd een beetje exotisch. Of was dat in de buurt van Laagdal iets minder exotisch? Dat was vooral uh, in het Franstalige gedeelte van ons uh, land waar ik dat heb gedaan. En dat was ook vooral bedoeld om uh, de Franse taal bij te schaven op uh, een jeugdige leeftijd. En dat is gelukt? Dat is gelukt, ja. ja. Uh, dat zorgzame is er eigenlijk nog altijd. Hè. U wil eigenlijk een burgemeester zijn in een gemeente waar ook wat meer begrip is voor mekaar. Dat klopt. Ik zie rondom mij heel veel fout lopen door onwil of onwetendheid of onbegrip naar elkaar toe. Waar we denk ik allemaal naar hetzelfde streven: dat Het is gezond zijn en gelukkig zijn in de, in de plaats, of op de plaats waar we leven. Als we dat allemaal een beetje willen samenbrengen en wat meer begrip en vertraagzaamheid naar elkaar tonen, zodat dat allemaal al heel veel vlotter kunnen lopen, denk ik, dan dat er altijd andere instanties of actoren moeten komen bemiddelen bij elkaar. Dus uh, ik denk dat we daar nog een uh, weg te gaan hebben. Ja, dat zorgzame kan ik nog een beetje doortrekken. U pastte vroeger op kinderen, maar nu ook af en toe op een hond, heb ik gelezen. U hebt hem niet bij? Nee, absoluut. Niet. We hebben thuis zelf geen hond. Mijn uh, stiefzoon heeft een hond die soms op logement gaat, uh, komt als hij uh, moet werken of als ze uh, weggaan met, uh, met hun tweede, tweetjes. Dus, uh, ik uh, voel toch wel aan dat dat een extra dynamiek geeft in ons gezin. Dus dat, uh, is, dat zorgt altijd wel voor heel wat animo in ons gezin. Ja, ja dynamiek, dat betekent meer dan alleen met de hond gaan wandelen. Absoluut. samen zorgen voor het hondje. Hè. Dus uh, dat uh, geeft andere uh, invalshoeken en dat uh, is, is leuk. Ja, je hoort vaak zeggen dat een politica weinig tijd heeft voor hobby's. Uh, komt het er toch wat meer van als je zo wat grotere kinderen begint te hebben? Inderdaad. Uh, onze kinderen zijn uh, 19, 20 en 26 jaar, dus ze staan al bijna op eigen benen. Er is nog wel wat begeleiding nodig. Maar uh, dat maakt dus ook dat er meer tijd vrijkomt uh, om met mijn man en ik uh, samen meer op stap te gaan, met vrienden en familie. En uh, we lachen er inderdaad soms wel eens mee dat we net in onze tweede jeugd zijn beland. Uh, maar dat uh, is ook wel leuk, ja. Um, wat dat weggaan en zo betreft, ja, toen u vroeg naar uw favoriete café en restaurant, dan kwam je eigenlijk af met een heel persoonlijke plek. Hè? Inderdaad. Het um, is wat emotioneel gebonden aan die site. Inderdaad, uh, het feestcomplex Makelhoeve in Veerle-Laagdal. Het was de ouderlijke woning van ons vader en uh, de ouderlijke woning van ons moeder stond ernaast. Dus we zijn er als kind heel veel uh, zondagen gaan vertoeven en heel veel gespeeld in de onmiddellijke omgeving met nichtjes en neefjes. Het uh, was pure magie, zoals ik uh, altijd zeg, omdat het heel ver weg was van het verkeer in de velden en bossen rondom uh, de straat. En uh, dat gaf voor uh, heel veel uh, goede vriendschappen en uh, een sferen, sfeer. Ja. Magie en nostalgie. Voilà.